Het is de belangrijkste vaarverbinding tussen de Maas en de Waal in onze provincie. Er gaan jaarlijks 28.000 schepen doorheen en daarbij worden de sluizen bij Weurt gepasseerd. Op dit moment vindt daar een uitgebreide renovatie plaats en dat was hard nodig. We hebben hier de aandrijfas, die komt uit de motor. Die komt uit op het kleine tandwieltje. En het kleine tandwieltje drijft dan het grote tandwiel aan, waar de kabeltrommel aan zit, die de deur uiteindelijk in beweging brengt. Tandraderen die uiteindelijk een sluisdeur van 160.000 kilo moeten tillen zonder contragewicht. Want daar was het bij de bouw in 1973 geen plek meer voor. En dan krijg je gaatjes in je tanden. Smeren was een tijdelijke oplossing, maar nu is het een van de onderdelen die aangepakt gaan worden bij de renovatie. We zijn in begin februari begonnen. Dan hebben we die enorme deur achter mij op bokken gezet. Dan hebben we de kabels losgekoppeld en zijn we begonnen met de demontage van de aandrijving helemaal boven in de toren. Maar er moet nog heel veel meer gebeuren. Zo zijn er de nodige aanvaringen geweest in het verleden. Gelukkig zijn er twee sluizen bij Weurt, zodat de hinder voor de scheepvaart meestal meevalt. Nou ja, op het moment dat een van de twee sluizen goed draait, kunnen we wel redelijk alles wegschutten. En als we in geval van werkzaamheden gestremd zijn met één kolk, ja, dan zouden ze toch soms heel even moeten kunnen wachten. In augustus zit het grote werk aan de sluizen bij Weurt erop.